De stichting Sranang Boeroes heeft gisteren samen met districtscommissaris Shirin Bansi Durga kransen gelegd bij het monument van de Boeroes in Saramaka. Het is vandaag precies 177 jaar geleden dat de eerste groep Nederlandse kolonisten voet aan wal hebben gezet in Suriname. Dat gebeurde te voorzorg tegenover Groningen in het district Saramaka. Op 20 juni 1845 kwamen de eerste 50 gezinnen van Nederlandse kolonisten aan in Suriname. Dat waren in totaal 384 mensen die een contract van 5 jaar hadden. Ze vestigden zich te Plantage Voorzorre aan de rechteroever van de Saramaka rivier. Dat is de voormalige Lepra-kolonie. In 1853 kwam er officieel een einde aan het kolonisatieproject. Er waren 398 kolonisten uit Nederland gekomen en in Suriname waren er nog eens 68 kinderen geboren. Van deze groep waren er in mei 1853 na afloop van de epidemieën nog 223 in leven. Van de groep overlevenden keerden 56 terug naar Nederland. De 167 die in Suriname achterbleven waren de voorouders van de hedendaagse Boeroes. Heden ten dagen zijn er nog verschillende boerenbedrijven in Saramaka, Rijsdijk en Reeberg. Daarnaast zitten veel boeren in beroepen zoals grondverzet, aanneming, luchtvaart, ICT enzovoorts. Wij zijn altijd bereid om een positieve bijdrage te leveren aan de opbouw van Suriname, zegt stichtingsvoorzitter Erik Rijsdijk.